Today, we consider a section in Genesis that I must admit, when we read it, doesn't sound especially pleasant. In fact, I must admit, it sounds rather disgusting. Vandaag gaan we het hebben over een gedeelte in Genesis. En ja, dat gedeelte is niet erg plezierig, maar eerder vies, als het ware. What I'm referring to, of course, is the circumstances that led to the birth of the two sons or grandsons of Lot, depending upon how you look at it. We gaan het hebben over de aanleiding naar de geboorte van de kleinzoons of zoons of kleinzoons van Lot, afhankelijk hoe je kijkt. I say sons or grandsons because, of course, these children are the result of an incestuous relationship between Lot and his daughters. We zeggen zoons of kleinzoons vanwege de incestueuze relatie tussen Lot en zijn dochters. So again, I reiterate, it doesn't read very pleasantly. Dus om te halen, het klinkt niet erg plezant. And inevitably, a major question we need to ask is, why is it here? En een belangrijke vraag die we ons af moeten vragen is, waarom staat het er? The Bible doesn't have to tell us every unseemly tale about the early generations. Remember, it's not a book of history. De Bijbel hoeft ons niet alles in detail uit te leggen. Het is geen geschiedenisboek. Even when it gives us history, it's giving us history in order to teach us some lessons that are critically important for us. Ook al geeft het ons geschiedenis, dan is het de geschiedenis waar we iets van kunnen leren en wat echt belangrijk voor ons is. And that's what we would like to try to consider beginning today with Genesis chapter 19. En dan gaan we overwegen vanavond beginnen met Genesis 19, hoofdstuk 19. Now, because there's quite a bit of material that I'd like to discuss, I'm not going to be reading in text so much, but you'll have the source sheets and be able to consider it on your own. Er is veel om te overwegen, dus we gaan niet zo heel veel bijbeltekst lezen, maar we toch wel veel zelf kunt overwegen. I remind you, however, that beginning in Genesis chapter 19, verse 30, we read of the story of Lot with his daughters. We beginnen in Genesis 19, vers 30. We beginnen met Lot en zijn dochters. That is, this is following the destruction of the wicked cities of Sodom and Gomorrah and the others. En dit volgt op de vernietiging van Sodom en Gomorra en andere steden. And what appears from the story is that Lot's daughters were convinced that they were the only people left in the world. En het doet eruit komen dat Lot's dochters denken dat zij de enige over waren eigenlijk op de wereld. There is not a man on the earth to come in unto us after the manner of all the earth. In verse 31, so therefore, we need to preserve the seed of our father through incest. Ja, er zou geen man over zijn op de aarde, waardoor ze eigenlijk het zaad van de vader dus nodig hebben voor voortplanting door incest. And so we read of the circumstances of the birth of Moab and Ammon in verses 37 and 38. En zo lezen we eigenlijk over de geboorte van Moab en Ammon, ja. With respect to Moab in particular, we should note, of course, we aren't discussing the text in the Hebrew, which will undoubtedly be better. We hebben het niet, we spreken de tekst niet in het Hebreeuws, maar dat zal eigenlijk wel beter zijn. If we would, then we would note that the name Moab means formed of, from, the father.
als we dat wel zouden doen, dan zouden we weten dat Moab betekent gevormd door de vader, door vader. Ammon derived, as we read in verse 38, from Ben Ami. Ben Ami means son of my people. Maybe a little bit more euphemistic, less explicit. En Ammon komt voort uit Ben Ami. En Ben Ami is zoon van mijn volk. Now, of course, we were related to the story in that Lot is, you'll recall, Abraham's nephew. En Lot is het neefje van Abraham. So it's all in a broad sense kind of part of the family. Dus hij hoort bij de familie. And indeed, it is in that vein that we read about the attitude with respect to both Moab and Ammon as the nation of Israel journeys through the wilderness on the way to the promised land. En in deze setting lezen we over de houding van Moab en Ammon als Israël er doorheen reist onderweg naar het beloofde land. Now this is a point that is stressed in retrospect when Moses reviews the sojourn through the wilderness in Deuteronomy chapter 2. En dit wordt besproken als Mozes eigenlijk terugkijkt op het passeren in Deuteronomium hoofdstuk 2. In verse 9 we drew near to Moab and God says, don't be at enmity with them nor contend with them in battle, because this is a land that was given the children of Lot as a possession. En vers 9 staat, toen zei de Heer tegen mij, je mag de Moabieten niet vijandig bejegenen en hen niet uitdagen, want ik geef je van hun land niets in bezit. Ik heb Ar immers aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven. And likewise in verse 19, with respect to Ammon, with them as well. You are not to harass them nor contend with them, because their land was given to children of Lot as their possession. En ook in vers 19 over Ammon. Je zult dan niet in de buurt komen van de Ammonieten. Bejegen ook hen niet vijandig en daag hen niet uit. Ook van het land van de Ammonieten geef ik je niets in bezit. Ik heb het aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven. So our relationship with Ammon and with Moab gives off, so it would appear, to a good start. Dus de relatie, onze relatie met Ammon en Moab lijkt er dus op dat het een goede start is. But only for the start. Maar alleen, alleen in het begin, alleen bij de start. This is what we read in Numbers chapter 22, when the people of Israel first come to the plains of Moab. Dit is wat we wanneer we lezen in Numeri hoofdstuk 22, wanneer het volk van Israël komt op de vlaktes van Moab. And Balak, the king of Moab, hires Bilam, the soothsayer, in order to curse Israel, to get rid of them. Ja, en Balak die huurt Bileam in om Israël te vervloeken. And Balak is by no means a passive participant in this attempt to curse Israel, as we read in Numbers chapter 23. En Balak is absoluut geen passief, heeft geen passieve rol in het vervloeken van de Israëlieten. Three times Balak is summoned to build 7 altars and offer upon them 7 bulls and 7 rams.
driemaal over moet Balak een altaren bouwen en stieren daarop offeren. He works hard for this curse that, of course, never happens because God prevents it from happening. En hij werkt heel erg hard, maar ja, het gebeurt niet omdat God eigenlijk ervoor zorgt dat het niet gebeurt. And sadly, he does have a measure of a different sort of success, of which we read in Numbers chapter 25. En helaas hebben wij ja, een verschil in wat de succes is. En dan lezen we over in Numeri hoofdstuk 25. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit harlotry with the daughters of Moab. Toen de Israëlieten in Shittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met de Moabitische vrouwen. And Israel is drawn into the idolatry of the Moabites, and the consequence, as we read in verse 9, is 24,000 dying in a plague of God against Israel. En de Israëlieten worden eigenlijk meegetrokken in, ja, in een soort overspel tegen God. En ja, zoals we dan in vers 9 lezen, kosten dat 24.000 mensen het leven door een plaag. So it is that we read in Deuteronomy chapter 23 that there are just two nations in the entire world that can never enter into the assembly of God, that can never become part of Israel. Zo lezen we dat dus eigenlijk twee landen over de hele wereld dus eigenlijk nooit kunnen integreren in het land van Israël. Dat lezen we in Deuteronomium 23. That is, while we don't demand of anyone to convert to become part of Israel, the gates are open for those who are interested to everyone except Ammon and Moab. Ja, dus in principe is iedereen welkom als ze zich bekeren, zeg maar. En de deuren staan wijd open, behalve voor de twee landen Ammon en Moab. That is in Deuteronomy chapter 23, verse 4. An Ammonite and Moabite shall not enter into the assembly of God. Even to the tenth generation shall none of them enter into the assembly of God forever. Hoofdstuk 23, vers 4. Hetzelfde geldt voor Ammonieten en Moabieten. Nooit of te nimmer zullen ze tot de dienst van de Heer worden toegelaten. The reason, as expressed in verse 5, because they met you not with bread and with water on the way when you came forth out of Egypt, and because they hired against you Bilam, the son of Beor, from the Thor of Aram Naharaim, to curse you. En de reden daarvoor lezen we in vers 5, omdat ze u op uw tocht uit Egypte niet van voedsel en water hebben voorzien, en omdat ze Bilam, de zoon van Beor, uit Petor in Aram Naharaim hebben ingehuurd u te vervloeken. I suppose I should mention that we do have a principle that makes the actual application of this rule moot nowadays, because we have no way of knowing who is actually part of the nations of Ammon and Moab and who is not. Ja, we moeten wel daarbij zeggen dat heden ten dagen is het natuurlijk heel erg moeilijk, omdat we nu niet meer kunnen zien wie er bij het land, bij de natie van Moab hoort of Aram hoort. That is, after Sancheriv, Sennacherib of the Assyrian Empire swept through this part of the world and exiled all the nations from their places, including the 10 tribes of northern Israel, there are no longer well-defined national identities as there were before. Dus nadat de heerser van Assyrië door de regio als het ware heen veegde,
En ook dus de 10 stammen ja, weghaalde, zeg maar. Kunnen we nu niet meer zien, in deze scheiding van natie niet meer duidelijk. So, this is a rule that we can't actually apply, but we can certainly learn from it. Dus deze regel kunnen we dus niet toepassen, maar we kunnen er zeker van leren. What Ammon and Moab did is never to be pardoned. Wat Ammon en Moab dus deden, daardoor kunnen ze dus nooit een deel worden van Israël. Indeed, if I may share with you an interesting observation in our tradition, the Egyptians threw the children of the Israelites into the Nile. They did their best to annihilate the nation of Israel, but they are not cast away forever. Ja, om dus contrast te geven is dus dat de Egyptenaren, toen de Israëlieten nog gevangen zaten, dus de kinderen van de Israëlieten in de Nijl gooiden, maar dat zij dus niet, ja, dat deze vloek als het ware dus niet op Egypte van toepassing is, om voor eeuwig dus geen onderdeel te kunnen uitmaken van Israël. What did Ammon and Moab do that was so terrible? They did their utmost to corrupt Israel morally. Wat deden ze wat nu zo vreselijk was? Zij deden hun best om ja, Israël moreel te corrumperen, corrupt te maken, moreel. So we have a saying in our tradition that someone who corrupts another person is worse than someone who murders another person. Dus we hebben in onze traditie een gezegde, dus iemand die moreel iemand anders corrompeert, is erger dan iemand die iemand anders vermoordt. Because while murder is a terrible crime, it's only a crime against the person's body. When one corrupts another person, it's a crime against the soul. Moord is vreselijk, maar is alleen een overtreding tegen iemands lichaam. En iemand corrupt maken is een overtreding, als het ware, tegen iemands ziel. Murder drives a person out of this world. But corrupting that person drives a person out of everlasting life. Moord drijft iemand uit deze wereld, maar iemand corrupt maken drijft iemand uit de eeuwigheid. Ammon en Moab then are deemed the worst of the worst. Ammon en Moab zijn dus gedoemd van ja, tot het ergste van het ergste. Our history with these nations does not, however, end in the time of Moses. En ja, onze geschiedenis met deze natie stopt niet tot in de tijd van Mozes. That is, we encounter them again and again, and it looks like it goes from bad to worse. En we komen ze steeds weer tegen en ja, het lijkt erop dat het steeds bij iedere ontmoeting steeds erger wordt. Of course, as you all know, the Book of Judges is pretty much all about Israel sinning, God sending a nation as the instrument of punishment of Israel, and then Israel returns to God and vanquishes its oppressor. En ja, het boek Rechteren gaat over ja, Israël die zondigt en ja, Israël die dus daarna weer terugkeert naar God. Dat is een beetje een ja, samenvatting ervan. Well, in Judges chapter 3, one of the first oppressors is Moab. In ja, Rechteren hoofdstuk 3, een van de eerste onderdrukkers is Moab. There is a vivid description of how the judge, the savior of Israel, Ehud, son of Gera, is able to kill Eglon, king of Moab. We won't go into the details right now. And that eventually leads to the deliverance
that God promises Israel? Ja, we zien dat there was. Can you repeat, please? We read a very detailed description. We won't go into it right now. How Ehud, son of Gera, the judge whom God provides as the savior for Israel, kills the king Eglon, and that leads to the salvation that God promises. Ja, er is heel erg gedetailleerd uitgewerkt hoe het gaat, maar ja, de rechter over Israël. The second part, I cannot remember, second part. Again, the killing of the king of Eglon leads to the salvation of Israel. That is, Ehud then fights the battle of God and defeats Moab. Vernietigen van de strijd van de koning die leidt tot de redding van Israël, als het ware. Ik denk dat het daar in het kort over op neerkomt. But of course, while Israel returns to God, the whole period of the book of Judges, then they fall away from God and are punished again. En ja, dan komen ze terug bij God en later vallen ze weer af van God en worden ze weer opnieuw gestraft. So skipping to Judges chapter 10, again we read in verse 6 that the children of Israel did what was evil in the sight of God, following the idols of the various nations, including Moab and Ammon. They became corrupted. Ja, dus we komen, slaan over naar hoofdstuk 10 en dan komen we dus weer terug bij Moab en Ammon, waar ze door ze weer worden gecorrupteerd, als het ware. And in verse 7, the punishment that Israel is given over into the hands of the Philistines and of the children of Ammon. Again, the nation of Ammon, like Moab, always a problem. Ja, en dus in hoofdstuk 7 weer de gevolgen daarvan. En dan vallen ze in de handen van de Filistijnen. En dus iedere ontmoeting met Ammon en Moab leidt dus tot problemen. En again, the same routine. That is, in verse 10, the people of Israel cry out to God that they have sinned. And they return to God and they put away the strange gods. And since Ammon is the oppressor, God sets up another savior, Jephthah, Yiftach. En opnieuw zien we dus weer dat Israël eigenlijk zondigt, weer uitschreeuwt naar God. En dan zien we dezelfde cyclus eigenlijk weer terug, totdat er een nieuwe savior komt, een nieuwe redder komt, nu Jephthah. And we read in chapter 11 of that battle to rescue Israel, to the battle of God in saving Israel from the hands of Ammon. En in hoofdstuk 11 lezen we dus opnieuw over de strijd en over het redden van God uit de handen van Ammon. Then so in verse 33, Ammon was subdued before the people of Israel. En in vers 33 is Ammon onderworpen aan Israël. But certainly not permanently. Maar zeker niet voor altijd. So for example, in Samuel 1, chapter 11, we read once again about Ammon doing battle against Israel. En dus opnieuw lezen we in Samuel 1, hoofdstuk 11, weer opnieuw een strijd tussen Israël en Ammon. I'll note that we read of additional battles as well. This one is significant because it is the first battle that King Saul leads in defeating the enemies of Israel, the enemies of God. Er zijn meer strijden, maar deze lichten we uit omdat de eerste strijd is van King Saul. At the end of the battle and the victory,
Samuel, the prophet, says, come and let us go to Gilgal and renew the kingdom, renew the kingship of Saul there. Ja, en het einde zegt hij, laat ons het koninkrijk vernieuwen, zegt hij tegen de Israëlieten. But again, we reiterate, the problems continue on an ongoing basis. Maar opnieuw, de problemen die blijven maar duren, steeds maar weer opnieuw. King David fights the Moabites, he fights the Ammonites as well. It's a problem that continues to accompany us throughout the First Commonwealth. En koning David citeert ook over de steeds maar durende problemen met de Moabieten en de Ammonieten. And maybe the best way of summarizing in Chronicles 2, chapter 20. En waarschijnlijk is het de beste manier om het samen te vatten in Chronieken 2, hoofdstuk 20. Another battle, both of Moab and of Ammon, against Israel, against the kingdom of Judah, under the rule of the righteous king Jehoshaphat. En opnieuw een strijd tussen Israël en de Moabieten onder de leiding van de rechtvaardige koning Jehoshaphat. A great multitude sweeping into the land of Israel. Een grote menigte veegt eigenlijk door het land van Israël. And in Chronicles, we read Jehoshaphat's prayer to God. En in Chronieken lezen we Jehoshaphat's gebed naar God. And maybe the most important element for us to recall, again as a summary of this entire relationship, is in verse 10, and now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt. But they turned aside from them and did not destroy them. That's what we did. Ja, en nu opnieuw als een soort samenvatting in vers 10. Nu aanschouw de kinderen van Ammon en Moab en de mount bij de berg Seir, die zij niet wouden laten gaan, niet Israël wouden laten invallen, als ze uit het land van Egypte komen, maar zij keerden zich van hun af en ze vernietigden hun niet. Behold, in verse 11, they render unto us evil to come to cast us out of your possessions, which you have given us to inherit. We didn't drive them out of their land, and now they are coming to drive us out of the land you gave us, the land of Israel. Ja, dus de Israëlieten dreven hun niet uit hun land toen zij de doortocht doorkwamen, maar nu drijven hun dus wel de Israëlieten uit hun beloofde land. In verse 12, O our God, will you not execute judgment on them? For we have no might against this great multitude that comes against us, neither know we what to do, but our eyes are upon you. En in vers 12, het gebed, O God, wil u niet gerecht over hun uitvaardigen? Want wij zijn niet machtig genoeg tegen deze grote menigte die tegen ons komen. Maar we weten wel dat uw ogen op ons zijn. And God grants Israel miraculous salvation against Ammon and Moab, their enemies. En God die bewerkstelligt een wonderlijke redding vanuit die landen, die twee. One almost senses here that while Ammon and Moab are descended from Lot, they're also descended from the world of Sodom.
Ja, je kunt dus eigenlijk wel stellen dat, ook al zijn ze dus afstammelingen van Lot, dat ze eigenlijk dus ook afstammelingen zijn van het land van Sodom. That's after all where they come from. Want uiteindelijk komen ze daar vandaan. And remember, the men of Sodom were wicked and sinners against God exceedingly. En de mensen van Sodom waren echt mensen tegen God, heel erg erg. And indeed, we read in the prophets of how famous the wickedness of Sodom and Gomorrah were. En we lezen dus ook in de profeten hoe erg de slechtheid was van de mensen van Sodom. We discussed last year what the crime of Sodom and Gomorrah was. We're not going to elaborate upon that right now, but I think it's important for us to bear it in mind for what follows. Ja, vorig jaar hebben we besproken, hebben we uiteengezet welke, wat de misdaden waren. Dat gaan we nu niet opnieuw doen, maar we houden het wel in het achterhoofd. Because now switching, it will appear, to something entirely different, we turn to Psalm 89. Nu gaan we switchen naar iets wat heel anders lijkt. Nu gaan we naar Psalm 89. And in Psalm 89 we read of God's covenant with King David. En in Psalm 89 lezen we van het verbond van God met David, koning David. Beginning in verse 4 here. I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. We beginnen in vers 4. Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan mijn dienaar David gezworen. Forever will I establish your seed and build up your throne to all generations, Selah. Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand houden. Geslacht na geslacht, Selah. Now, of course, when we speak of the throne to all generations, the eternal covenant, that's not just important for King David himself and his family. En als we het over de troon hebben van koning David door alle eeuwen heen, dan is dat niet alleen belangrijk voor David zelf en zijn familie. Because we know, after all, who ultimately sits on the throne of King David. Want we weten dat wie er uiteindelijk zal zitten op de troon van koning David. Upon the throne of King David will sit the Messiah. Op de troon van koning David zal de Messias zitten. And indeed, in that vein, in verse 15, righteousness and justice are the foundation of your throne. This is speaking of God's throne. Mercy and truth go before you. En vers 15, uw troon rust op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in uw dienst. Het gaat over Gods troon. That then inevitably illuminates the throne of David and of his descendants up to the coming of the Messiah. En dat verlicht de troon van koning David tot de komst van de Messias. Verse 20. Then you spoke in vision to your godly ones and said, I have laid help upon one that is mighty. I have exalted one chosen out of the people. Vers 20. Ooit hebt u in een visioen gesproken tot uw getrouwen en gezegd, ik heb hulp geboden aan een held. Een jongen uit het volk verheven. Referring of course to verse 21. I have found David my servant. With my holy oil have I anointed him. En dan refereert hij naar David. In David vond ik een dienaar. Ik zalfde hem met heilige olie. This expression, I have found David my servant, sounds kind of strange, as if he were lost.
De uitdrukking van ik heb David gevonden klinkt een beetje vreemd, want je zou zeggen, ja, was hij dan zoek? I found him where? Waar gevonden? I must share with you that we have an ancient tradition that comments on this verse. En er is een eeuwenoude traditie die die commentaar hierover geeft. I have found David my servant. Where have I found him? Ik heb koning David gevonden en waar heb ik hem gevonden? I found him in Sodom. Excuse me again. I found him in Sodom. Ik heb hem gevonden in Sodom. Meaning what? En wat betekent dat? Well, we already noted who, in a sense, comes from Sodom. En we hadden al genoteerd wie eigenlijk in feite uit Sodom komen. Moab en Ammon, both come from Sodom. Moab en Ammon komen allebei van Sodom. Geographically, they certainly come from Sodom. Geografisch komen ze zeker van Sodom. Maybe ideologically, they also come from Sodom. En misschien ideologisch komen ze ook uit Sodom. But we know, after all, what, or perhaps I should say, who comes from that root in Sodom, maar, of Moab and Ammon. Maar we weten uiteindelijk wie komen er uit de stronk van, de wortel van Sodom, Moab en Ammon. There is a book of the Bible that starts in Moab, tells us all about the people of Moab. Er is een boek in de Bijbel die ons veel vertelt over wie er uit Moab komt. The first verse of the book of Ruth. And it came to pass in the days when the judges judged that there was a famine in the land, that a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the field of Moab, he and his wife and his two sons. Ogenblikje. Even Ruth zoeken. A moment, please. Rut 1 vers 1. In die tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Now, I'm sure everyone remembers the story, and again, we have a lot to see today, so we're not going to be able to read the verses inside. But undoubtedly everyone remembers. Iedereen die herinnert zich waarschijnlijk het verhaal, en we gaan het dus niet helemaal voorlezen. That is, Elimelech, the husband, dies, leaving Naomi, his wife, a widow. En Elimelech sterft en laat Naomi achter als weduwe. Their sons, Machlon and Chilion, marry Moabite women, and they also die, leaving their wives widows. Haar zonen, Machlon en Chilion, trouwen en sterven ook, en laat een vrouw als weduwen achter. And Naomi decides it's time for her to go home to Bethlehem. Naomi besluit dat het tijd voor haar is om terug te gaan, naar huis te gaan, terug naar Bethlehem. She does her utmost to convince her daughters-in-law to stay with their people, to stay in Moab. Ze doet haar best om haar schoondochters ervan te overtuigen om te blijven bij haar mensen in Moab en niet mee te trekken.
And with one of her daughters-in-law, Orpah, she is successful. Orpah kissed her mother-in-law and left. En bij een van de dochters, Orpah, was ze succesvol. En ze namen afscheid van elkaar en ze vertrok. But as we read at the end of verse 14, Ruth cleaved to her. She wouldn't leave. Maar zoals we lezen in vers 14, Ruth bleef bij haar en zij ging niet weg. En Naomi says to Ruth, "Behold, your sister-in-law is gone back unto her people and unto her God. Return you after your sister-in-law." En Ruth zegt, kijk, je schoonzuster, of Naomi zegt, kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. En Ruth's response in verse 16. "Entreat me not to leave you and to return from following after you. For wherever you go, I go. Wherever you lodge, I lodge. Your people are my people, and your God, my God." Maar Rut antwoordde, "Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God." The continuation in the following verse, "Where you die, will I die, and there will I be buried. God may do to me and more also, if anything but death parts between you and me." En verder, vers 17, "Waar u sterft, zal ik ook sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden." En with these words, a new chapter in Naomi's life and Ruth's life begins. En met deze woorden begint er als het ware een nieuw hoofdstuk in het leven van Naomi en het leven van Ruth. All of the book of Ruth can perhaps best be summarized with just one word. Het hele boek Ruth kan waarschijnlijk het beste worden samengevat in slechts één woord. Kindness. Het woord is kindness, aardigheid, vriendelijkheid. And what we see throughout the book of Ruth, I wish we had more time to discuss it, and I hope we will sometime in the future, is an extraordinary thing about kindness. En wat we door het boek zien, misschien dat we het in de toekomst nog uitgebreider behandelen, is door het boek heen vriendelijkheid. Because as we read in the story what Ruth does for Naomi, what Naomi does for Ruth, what Boaz does for both Ruth and Naomi, what everyone is doing for everyone else. Want wat we lezen, wat Ruth doet voor Naomi en wat Naomi doet voor Ruth en wat Boaz doet voor Ruth, wat iedereen eigenlijk voor elkaar over heeft. Everyone is acting solely out of concern for the other. Iedereen handelt eigenlijk uit het bezorgdheid voor de ander. And ironically, when you get to the end of the story, you realize that they're acting out of concern for the other was what saved their own lives as well. En ironisch genoeg, als je kijkt aan het einde van het verhaal, het handelen uit bezorgdheid voor de ander uiteindelijk hun eigen leven heeft gered ook. Until finally the end of the story in chapter 4. En tot uiteindelijk bij het einde van het verhaal, hoofdstuk 4. The culmination of the kindness between Boaz and Ruth
Boaz took Ruth, and she became his wife, and he came in unto her, and God gave her conception, and she bore a son. En de vriendelijkheid tussen Boaz en Ruth leidde tot dat ze met elkaar trouwden en dat er een zoon uitkwam. In verse 14, and the women said to Naomi, blessed be God, who has not left you this day without a kinsman. Let his name be famous in Israel. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft. Die voor je zorgen zal, mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. And he shall be unto you a restorer of life and a nourisher of your old age, for your daughter-in-law, who loves you, who is better to you than seven sons, has borne him. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard. In verse 16, and Naomi took the child and laid it in her bosom and became a nurse for the child. In vers 16, Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. And you know, the story could have ended with this verse. As the culmination of this story of kindness. En het verhaal had hier kunnen eindigen als een verzameling van alle vriendelijkheid. And we would have learned a lot about how precious acts of kindness are. En dan hadden we veel geleerd over hoe waardevol daden van vriendelijkheid kunnen zijn. That when everyone does what everyone is summoned to do. For the other person, then God opens up the gateways of blessing and saves us all. Dat als iedereen doet voor de ander, wat hij dus eigenlijk zou moeten doen voor de ander, dat er als het ware een straal van zegen daardoor vloeit. But of course, that's not the way the Book of Ruth ends. Maar hier eindigt het boek van Ruth niet. Because while that's a very important lesson for each and every individual, there's more to learn. Desondanks dat een hele bijzondere zegening is voor iedereen, is er nog meer te leren. Verse 17, the following verse. And the women, her neighbors, gave the baby a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called his name Oved. He is the father of Jesse, the father of David. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze. Ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader is van David. And the following verses give us the genealogy of King David. En de volgende verse geeft ons de genealogie van koning David. So of course it's not merely for each of us as individuals that we attain our salvation by dedicating ourselves to kindness. Het beperkt ons dus niet dat we onze redding halen uit vriendelijk doen tegen elkaar. It's that too. But it's also the salvation of the world itself. Dat is het ook, maar ook de redding van de wereld ook. Because, of course, King David isn't just an individual. King David, ultimately, is the progenitor, the father of the Messiah. Want koning David is niet alleen maar een mens, maar een persoon. Koning David is uiteindelijk ook de... vader van de Messias. If you're wondering what happened to the prohibition in Deuteronomy chapter 23 of Ammon and Moab entering into Israel, entering into the assembly of God. En als je je afvraagt wat er nou gebeurde met het voorstel van Moab en Ammon. In our tradition, that prohibition applies to the men. Not the women.
En de traditie zegt dat het gaat over de mannen, niet de vrouwen. So Ruth enters into the nation of Israel as the great grandmother of King David. En Ruth komt dus in het land van Israël als dus de overgrootmoeder van koning David. And we will note further that in Kings 1, chapter 14, verse 21. En we kunnen nog verder lezen in Koningen 1, hoofdstuk 14. We read about a woman from Ammon, also entering into the lineage that leads to the Messiah. Can you please, again? We read about another woman, this time from Ammon, who also enters into the lineage that leads to the Messiah. Ja, en we lezen dan ook nog een vrouw die dus uit Ammon komt en die ook in de lijn van de Messias terechtkomt. Because the son of King Solomon, who reigns after him, Rehoboam. Want de zoon van koning Salomon, Rehoboam. As we read in the Bible, is the son of his mother's name, Naamah of the Ammonites. Is de zoon van zijn moeder, Naamah, van de Ammonieten. Now, why is it so important for King David, and ultimately for the Messiah, to come from such roots? En waarom is het zo belangrijk voor koning David en uiteindelijk de Messias, dat hij voortkomt uit die lijnen? Because, you know, of course, we realize God could have had Ruth come from any nation that he wanted. Want in principe zouden, als God het zou willen, zouden iedere lijn van de wereld daar kunnen plaatsen. Naamah as well. En Naamah ook. What's the connection specifically of Ammon and Moab with bringing the Messiah? En wat is de verbinding specifiek van Moab en Ammon en de komst van de Messias? Again, we should remember, Ammon en Moab are bitter enemies, not only of Israel, but of God. En we moeten onthouden dat Ammon en Moab hele erge vijanden zijn van niet alleen Israël, maar ook van God. When we read in Isaiah chapter 25 of the final, ultimate salvation. En als we dan lezen in Jesaja hoofdstuk 25 over de uiteindelijke verlossing. In verse 9, and it shall be said in that day, lo, this is our God for whom we waited that he might save us. This is the Lord for whom we waited. We will be glad and rejoice in his salvation. Vers 9. Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. In the very next verse: For in this mountain will the hand of God rest, and Moab shall be trodden down in this place, even as straw is trodden down in the dunghill. De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. And we might note, likewise, I realize our time is limited, so I'm citing this only briefly, in Zephaniah chapter 2, verse 8, I have heard the taunt of Moab and the revilings of the children of Ammon. En in Zephaniah hoofdstuk 2, vers 8. Ik heb de hoon van Moab gehoord en de spot van Ammon. Ik heb gehoord hoe ze mijn volk hoonden en zijn gebied bedreigden. And
In verse 9, therefore, as I live, God swears, says the Lord of hosts, the God of Israel, surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah. En daarom, zo waar ik leef, spreekt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, zal Moab worden als Sodom en Ammon als Gomorra. Punishment and destruction. Straf en vernietiging. And again, Moab and Ammon are in this sense like Sodom and Gomorrah. En opnieuw zijn dus Moab en Ammon als Sodom en Gomorra. That is the same problem applies to both. Hetzelfde probleem voor allemaal, voor allebei. They have gone on the path of wickedness, evil and destruction, and they will be destroyed. En ze zijn gegaan op het pad van slechtheid en zij zullen worden vernietigd. And indeed, in much the same vein, in Ezekiel, in chapter 25, we see the same thing, a prophecy of destruction against Ammon. En in Ezekiel hoofdstuk 25 zien we opnieuw de vernietiging geprofeteerd, vernietiging van Ammon. And in the continuation of the chapter, likewise against Moab. En ook tegen Moab. And once again, the prophecy of destruction against them. En opnieuw de profetie over de vernietiging van hun. In verse 9, therefore, behold, I will open the flank of Moab on the side of the cities, on the side of his cities which are on his frontiers, the beauteous country of Beth Yishimot, Baal Meon, and Kiriathaim, together with the children of Ammon, unto the children of the east. Destruction. The children of Ammon may not be remembered among the nations. Vanaf vers 9, daarom zal ik de steden op de berghellingen van Moab verwoesten, alle steden tot de laatste toe. Ook de allermooiste zullen ten onder gaan. Beth Hashemot, Baal Meon en Kiriataim. Net als Ammon zal ik Moab in eigendom geven aan de stammen uit het oosten. Geen volk zal zich de Ammonieten ooit nog herinneren. En verse 11, I will execute judgments upon Moab, and they shall know that I am God. Vers 11, zo zal ik ook Moab straffen. Zij zullen weten dat ik de Heer ben, dat ik God ben. And yet, while these words of destruction are terrifying against Ammon and Moab, and we understand precisely how they have earned such destruction by their choices. En deze woorden zijn verschrikkelijk tegen Moab en Ammon. En we weten ook hoe het zo ver is gekomen. Remember again, God found David in Sodom. En onthoud dan opnieuw, God had David gevonden in Sodom. Just genealogically speaking, it's clear. King David only came into this world because of a Moabite woman, Ruth. Genealogisch gezien is het heel duidelijk. Koning David is alleen in de wereld gekomen door de Moabitische vrouwen, Ruth. So what's going on? Dus hoe kan dat? Wat is er dan nou? I think the answer, in short, is it's all about the choices we make. Ik denk dat het antwoord in het kort is, het gaat allemaal om de keuzes die we maken. Sodom and Gomorrah ended up as cities of evil and wickedness because of the choices the people there made. Sodom en Gomorrah eindigden als steden van geweld en slechtheid. Uiteindelijk door de keuzes die de mensen daar maakten. Moab en Ammon likewise made their choices and chose
destruction for themselves. Moab en Ammon, ook eigenlijk hetzelfde. Maakten hun keuzes en kregen dus eigenlijk de vernietiging op zichzelf door die keuzes. But Ruth, coming from Moab, also made her choices. Maar Rut, komende uit Moab, maakte ook haar keuzes. Generations later, Naama, coming from Ammon, did as well. Generaties later, Naama, komende uit Ammon, maakte ook haar keuzes. And this is maybe the most important message about bringing the Messiah. En dit is misschien wel de belangrijkste boodschap als het gaat over de Messias. Because of course, God could do it all on his own. God can do everything on his own. Want natuurlijk, God die kan het zelf. En God kan eigenlijk alles zelf. But God created us in this world, giving us a charge, giving us a mission, so that we can choose. Maar God heeft ons gemaakt in deze wereld en heeft ons de mogelijkheden gegeven om keuzes te maken in deze wereld. Going back to that cave outside of Sodom. En teruggaan naar de hol buiten Sodom. The daughters of Lot were also faced with a challenge and a choice. De dochters van Lot werden ook geconfronteerd met keuzes. Now of course we need to consider the story and what it teaches us, not merely from our perspective, but from their perspective. We moeten ook kijken naar het verhaal, niet wat het ons leert, niet vanuit onze perspectief, maar vanuit hun perspectief. And when we do that, the message is almost terrifying, but very important. En als we dat doen, is de boodschap bijna verschrikkelijk, maar wel heel erg belangrijk. Lot's daughters had no desire to commit incest. Lot's dochters hadden geen verlangen of behoefte om incest te plegen. But again, remember, they were convinced there was no one else left in the world. Maar zij waren ervan overtuigd dat er niemand meer over was in de wereld. They could have said, well, it's not our problem. We'll just sit back and do nothing. Ze hadden kunnen zeggen, het is niet ons probleem. We gaan achteroverleunen en niks doen. But they didn't say that. They said, we need to do something in order to save the world. Maar dat zeiden ze niet. Ze zeiden bij zichzelf, we moeten iets doen om de wereld te redden. Now, of course, they were wrong. The world hadn't been destroyed. There were other people around. Maar ze zaten ernaast, natuurlijk, want de wereld was niet vernietigd. Er waren nog meer mensen omheen. But they didn't know that. Maar dat wisten ze niet. And as a result, in our tradition, what they did is considered to have been a great deed, a terrifying deed. But still and all, that they were doing what they did to serve God. Ja, en het in het resulteerde zeg maar in de traditie dat het een grote daad was. Wel een verschrikkelijke daad, maar ook een grote daad. Dat ze dachten dat ze de wereld hadden gered. Life is all about choices. And from their perspective, given what they knew, they were making a good choice. En het leven gaat over keuzes. En gezien vanuit hun belevingswereld en vanuit hun perspectief, hadden zij de goede keuze gemaakt. God doesn't expect us to know what we don't know. But he expects us to choose as best we can. God verwacht niet van ons dat we weten wat we niet weten, maar dat we keuzes maken zo goed als we dat kunnen. And I feel compelled to share with you in this regard, going back to those stories that, if anything, conveyed to us the wickedness
of Moab and Ammon. En als we dan teruggaan door de verhalen en we kijken naar de slechtheid van Moab en Ammon. Well, remember we noted in Judges chapter 3, Eglon, king of Moab. Merken op dat we hadden het over Eglon, de koning van Moab. Ehud kills him and that launches the rebellion that saves Israel from his hand. Ehud vermoordt hem en dat leidt tot het redden, de redder van de natie van Israël. It's significant to note precisely how he was able to kill him. Het is belangrijk om te zien hoe hij hem vermoord heeft. In Judges chapter 3, verse 17, Eglon was a very fat man. In Rechter 3, vers 17, Eglon was een hele dikke man. And in verse 19, we read how Ehud, by telling the king, I have a secret errand unto you, O king, is able to get everyone else out of the room. I'm sorry, can you repeat? In verse 19, Ehud is able to get everyone else out of the room by saying, I have a secret errand to you, O king. Ja, vers 19 wil Ehud iedereen uit de kamer hebben en door te zeggen, ik heb een geheim voor u, o koning. And in verse 20, Ehud said, I have a message from God to you, and Eglon arose out of his seat. En Ehud zei tegen hem, toen iedereen weg was, ik heb een boodschap van God. En Eglon rees op uit zijn zetel. So the immediate consequence of rising out of his seat was exposing himself so that Ehud could thrust him through with his sword. Ja, en het gevolg van het uit de zetel komen was dat hij zichzelf oprekte als het ware, waardoor Ehud een zwaard door hem heen kon steken. But in our tradition, another consequence of Eglon arising out of his seat when Ehud says, I have a message from God for you. Maar in onze traditie is er nog iets wat belangrijk is als hij opkomt uit de zetel. Is by getting up, Eglon merited to be an ancestor of Ruth, an ancestor of the Messiah. Door op te staan, what means merited? It means that he no longer is? No, he became worthy of becoming. He became worthy of being the ancestor of Ruth, the ancestor of Messiah. Door op te staan uit de zetel, werd hij eigenlijk dus waardig geacht als in de lijn van de Messias. Precisely because he had a choice to make. And he made the choice. He arose when Ehud said to him, it's a message from God, out of respect for God. He earned being an ancestor of the Messiah. Door de keuze die hij maakte, doordat hij dus opstond uit de zetel. En daardoor, dus dat was een soort daad van respect naar God. Ehud zei dat hij een boodschap had van God. Door de keuze en het opstaan en de daad, was het een respect naar God toe, zeg maar. En daarom werd hij waardig geacht. He wasn't the righteous man, he was an oppressor. Hij was geen rechtvaardig man, hij was onderdrukker. He deserved to die and he did die. Hij verdiende het om te sterven en hij stierf ook. But on a higher, maybe I should say a deeper level, he earned his share. Maar op een dieper niveau verdiende hij wel zijn aandeel. He made his choice. En maakte zijn keuze.
in our tradition, I'll note that Balak, building all those altars for Bilam, also earned being an ancestor of Ruth, an ancestor of the Messiah. En in de traditie, Balak, door het bouwen van alle altaren, verdiende hij ook een plaats in de lijn. And it's on that note that I'd like to end by sharing with you just two more brief sources to observe. En hiermee willen we eindigen met twee opmerkingen. In Jeremiah chapter 48 we also read of the destruction of Moab. In Jeremia 48 lezen we ook over de vernietiging van Moab. And maybe just briefly to cite a couple of verses. On the housetops of Moab and in the broad places, there is lamentation everywhere, for I have broken Moab like a vessel wherein is no pleasure, says God in verse 38. In vers 38, alle daken, alle pleinen wordt gerouwd, want ik verbrijzel Moab als een kruik die nergens meer toe dient, spreekt de Heer. Verse 46, woe unto you, O Moab, the people of Kemosh is undone, for your sons are taken away captive and your daughters in captivity. Wee, Moab, het volk van Kemosh gaat in onder. De mannen worden meegevoerd, de vrouwen worden buitgemaakt. Verse 47, yet I will turn the captivity of Moab in the end of days, says God. Moab will still come back. Maar eens zal ik in Moab's lot een keer brengen, spreekt de Heer. Zover het vonnis over Moab. And in the following chapter, we read the prophecy of destruction against Ammon as well. In het volgende hoofdstuk lezen we de profetie over de vernietiging van Ammon ook. And likewise, in verse 6 afterward, I will bring back the captivity of the children of Ammon, says God. Maar ook, net als bij Moab, aan het einde, maar eens zal ik in Ammon's lot een keer brengen, spreekt de Heer. So there's destruction. Destruction, well earned. Punishment, deserved. Dus deze vernietigingen, de vernietigingen die ze hadden verdiend. But there still is ultimately that return. Maar er is uiteindelijk ook weer de omkeer. Because what God gives us always is the choice, the chance, the ability. Want God geeft ons altijd de keuze en de mogelijkheden. God brings the Messiah by having us bring the Messiah. God brengt de Messias doordat wij de Messias voortbrengen als mensen. He gives us the charge to be his junior partners. Hij geeft ons de opdracht als junior partners. For the most part, Moab and Ammon chose badly, really badly, and were punished. Voor de grootste gedeelte kozen Moab en Ammon heel slecht en werden daar ook voor gestraft. The God found David, his servant, in Sodom, specifically through Moab and Ammon and their contribution to God's plan. Maar God vond David in Sodom en uit Moab en Ammon. So it's not a pleasant story, but it's an important one because it teaches us a very important lesson. Het is geen plezierig verhaal, maar wel een belangrijk verhaal, omdat het ons een belangrijke les leert. We have work to do. We hebben werk te doen. It's the work that God has given us to follow His charge and to make the world ready
for that final blessed day of salvation. Dus het werk wat God ons heeft gegeven om de wereld klaar te maken voor de uiteindelijk de enige gezegende dag. God bless you. God zegen.